Ja, tuurlijk. De eerste drie punten zijn binnen, was heel belangrijk voor ons. Maar de teamspirit was vandaag ook weer uitstekend natuurlijk. Ja, daar werken we echt veel aan. Dat is onze enige kans ook te overleven. En we moeten handhaven. Dat proberen we vanaf de eerste wedstrijd. En ik voel ook iedere dag meer een beetje een team. En, maar het teamgevoel is het allerbelangrijkste. Die Fans haben uns super unterstützt und das hat uns beflügelt. Und deswegen sind wir heute an unsere Grenzen gegangen, in jeden Zweikampf aggressiv bestritten. Und das hat Spaß gemacht und so soll es weitergehen. Das Publikum war super. Das Publikum war geil. War echt gut. 5 punten, alle 3 wedstrijden, nog ongeslagen. Dat zijn mooie cijfers, zeker als je de voorbereiding bekijkt. Maar die heb je altijd gezegd, dat is niet belangrijk, het gaat om die competitie. Tot nu toe laten jullie dat zien. Ja, je ziet toch, oefenwedstrijden is toch kussen zonder tong. Is toch, ja, ik weet het, maar er was ja nog helemaal geen team daar. En, ja, en nu proberen we natuurlijk alles in te brengen. En... Ja, met 5 punten zijn we eerste keer blij en trots. Maar het is ook 3 wedstrijden. Hè? Het seizoen is heel lang.